Hallo, hallo. Ik ga weer een poging wagen. Ik heb geen idee hoe lang het geleden is. Ik ga dat ook niet meer bijhouden, want ik wil het graag leuk houden. En ja, ik doe gewoon waar ik zin in heb en welke mogelijkheden ik heb. Dus welkom bij mijn vlog, podcast, video, iets. Dankjewel. Leuk dat je komt kijken. Dit gaat over breien voornamelijk. Soms een beetje haken, maar voornamelijk over breien. Mijn naam is Jennifer. Vrienden noemen me Jen. Dit is mijn kleine stukje waar ik jullie mijn projecten laat zien. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dus ik ga aan de slag. Ik heb best wel wat gedaan de afgelopen paar weken. En het was erg leuk. Ik heb het naar mijn zin gehad. Ik heb zelfs een heleboel kaastdans gedaan. Dat had ik misschien beter niet kunnen doen, want daarmee heb ik mijn pols overbelast. Maar ik heb wel heel veel plezier in het breien daarvan. Dus hoe snel de projecten af zullen zijn, dat zal denk ik niet snel zijn. Maar ik heb er plezier in. Ik zal beginnen met mijn finished objects. Even kijken, want ik heb er een paar. Deze heb ik de vorige keer niet eens, die had ik nog niet eens op de naald staan de vorige keer. Die heb ik opgezet en afgehaald in de tussentijd. Deze prachtige sokken zijn voor mijn dochter. Ze heeft zelf deze wol uitgekozen. Dit is de andere sok, maar ik heb maar één sokblokker beschikbaar voor haar. Deze, die komen van Opal. Ik heb een abonnement op Opal Sokkenwol. En ze hebben geen naam, ze hebben geen nummer. Ze komen gewoon één keer in het kwartaal, komt er een doosje met sokkenwol van Opal. En ik vind het geweldig. Ik vind ze mooi. Ik heb ook nog heel veel over. Ik wil niet nog een paar sokken hiervan breien. Maar ik weet ook niet zo goed wat ik er dan wel mee moet doen. Ik denk dat dat een deken gaat worden. Maar ja, ik wil ook niet heel veel. Nou ja, goed. Ik weet het niet. Ik leg het allemaal netjes opzij. Want weggooien, dat doen we absoluut niet. Dat is zonde. Er komt wel weer iets voorbij wat we ermee kunnen maken. Dan heb ik de sokken voor mijn man afgemaakt. Heb ik ook maar één sokblokker van. Dit is de andere sok. Ik heb ze niet gelijk gemaakt. Daar had ik helemaal geen zin in. Ik dacht dat ik twee bollen nodig had. Maar ik heb dit van één bol nog over. Dus ik heb nog één bol van dit garen liggen. En ik weet ook niet zo goed wat ik daarmee moet. Want ja, ik wil eigenlijk maar één keer breien met iets. Dus ik weet niet wat ik daarmee moet. Het is de aflevering Ik weet het niet zo goed. Ik weet het niet zo goed, maar dat gaan we allemaal wel zien. Dit garen was heel bijzonder om mee te breien. In het begin dacht ik echt, ugh. Maar later ging het eigenlijk prima. En ik denk, ze zijn een beetje fuzzy, maar ik ga ze nog wassen. En dan zien we wel hoe het zich houdt en hoe het gaat. Dus dat. En dan heb ik ook mijn Giddy Yarn sokken afgemaakt voor maart. En ik vind het echt zo mooi. En het patroon, ik dacht ik ga weer eens een keer een patroon gebruiken. En je ziet het niet zo heel denderend. Kijk, zo. Is String of Lights van Sock Witchery op Ravelry. Deze. En het is echt een aanrader, want ze vlogen van de naald. Het ging hartstikke snel. Heerlijk patroon. Simpel, makkelijk, gewoon gaan. En het was echt heerlijk. En juist door die sokken heb ik een heleboel andere kaastdans gedaan met patronen. En dacht ik, ik had wat rustiger aan moeten doen. Maar het was heerlijk om weer een patroon te breien. En ik denk ook dat ik er gewoon in moet houden. Eén sok op de naald met een patroon en één gewoon vanilla. Denk ik. Maar ik heb op het moment geen vanilla sok op de naald staan. Dus daar moet ik vanmiddag nog even wat aan doen.
En ik heb dit nog over van The Giddy Yarns. Sea of Adventures. Ik hou van haar garen. Ik heb ook een bestelling bij haar gedaan. Ik heb geloof 2 of 3 jaar lang niks bij haar besteld. In verband met Brexit. En ja, ik kon me niet langer inhouden. Ze deed een Lord of the Rings collectie. En ik ben fan van Lord of the Rings. Ik vind de films geweldig. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik kon me dus niet meer inhouden. En ik heb besteld. Ik moest een aardige duit aan douanekosten betalen. Hopelijk worden ze morgen bezorgd. Dat is het vast en zeker waard. Maar dat is niet iets wat ik iedere maand moet doen. Want dan wordt het wel heel vervelend. Maar ik ben zo blij dat ik gewoon mijn favorieten van Lord of the Rings onderweg heb. Misschien dat ik de andere nog koop van de collectie. Gewoon omdat ik de collectie graag compleet wil hebben. En dat ik dan weer even zeg, oké, nou heb ik mijn shot Giddy Yarns weer gehad. En ik ga het daarbij weer laten. Maar ik kon me niet meer inhouden. Ik moest ze gewoon hebben. Ja, het zij zo. Het is mijn eigen spaargeld. Dus. Dan heb ik ook een deken afgemaakt. Ja, eindelijk. Nou ja, echt af. Wil ik het niet noemen. Het is mijn granny strijpdeken. Hij is opgevouwen. Die staat ook al ontzettend lang op de naald. Stond heel lang al op de naald. Ik denk wel ook een jaar of 4, 5. Deze is gemaakt van leftovers van leftovers van leftovers. Ik heb een cozy memory deken gemaakt. De leftovers daarvan zijn in mijn pinwheel scrap blanket gegaan. En de leftovers die ik daarvan had, die zijn hierin gegaan. En alles onder de 4 gram of 5 gram heb ik hier ook in gedaan. Want ik heb wel eens bolletjes, dan 3 gram. Daar kon ik dus geen driehoekje mee maken van de pinwheel of een vierkantje van de cozy memory. En die heb ik dus hierin gedaan. Dit is echt helemaal leftovers. Sommige leftovers waren wel wat meer. Maar ja, als ik ze al 2 keer in een deken heb gebruikt, dan was ik er wel weer klaar mee. Dus heb ik ze uiteindelijk nog hierin gedaan. Hij had nog langer gekund, maar ik was er gewoon klaar mee. Ik was er gewoon helemaal klaar mee. Ik wilde er niet meer aan werken. Hij is echt wel lang genoeg om onder te zitten voor op de bank. Er is niks mis mee. Een persoon van 2 meter kan er niet onder. Maar goed, we hebben hier ook niemand van 2 meter. Dus dat scheelt. En ja, ik was er gewoon klaar mee. Dus ik heb hem afgebonden. Ik heb er geen rand omheen gemaakt. Helemaal niks. Zo van, mocht ik ooit zin hebben om er toch nog een paar toeren aan te zetten, dan kan dat nog. Maar ik acht de kans wel heel klein dat ik er nog aan ga werken. Maar misschien dat ik een andere deken ga beginnen. Ik heb natuurlijk nog steeds wel leftovers. Dus ja, ik weet nog niet. Ik weet het nog niet. Dus ja, dat waren al de finished objects. De deken is best groot. Dus ik ga die nu lekker beneden neerleggen en lekker gebruiken. Ja, zoals ik eerder zei, ik heb een paar koststands gedaan. Omwelgeteld, ik heb er 4 gedaan. Ik had helemaal geen business om dat te doen. Want ik heb nog genoeg liggen wat ik af moet maken. Onder andere een trui, een cardigan. Ja, die heb ik dus nog steeds niet aangeraakt. Ik heb ook niet verder gewerkt aan mijn Bits & Bobs blanket. Die ligt ook beneden. Ik heb er niet aan gewerkt. Ik heb er geen tijd voor gehad. Ik heb er geen zin in gehad. De Bits & Bobs is heel groot. Zwaar, dus DK weight. Ja, ik heb niet echt veel zin om die op schoot te hebben. Het breien daaraan is voor mijn polsen ook wat intensiever dan ik leuk vind eigenlijk. Dus ja, ik weet ook niet zo goed. Ik vind hem, hij is heerlijk squishy en zacht. Maar ja,
Ik zit echt in de twijfel of dat ik hem uit zal halen en er iets anders mee gaan maken. Maar dan denk ik, oh, hij is al zo ver. Nou ja, zo ver. Hij is bijna op de helft, zeg maar. Dus dan denk ik, ja, dat is echt het kantelpunt van ga ik het nog uithalen of niet. Dus hij staat in hibernation nu, zo van prima. Dus ik heb gewoon alle sokken opgezet. Ik zal beginnen met deze in een zakje van de Blue Rabbit House. Deze doet mij altijd denken aan mijn kat Dunkie, die helaas alweer een paar jaar geleden is overleden. Maar ja, ik denk nog steeds aan de kat. En dan ga ik even zoeken naar de toon. Even kijken. Het zijn de Love Story Socks van Kay Litton, de Crazy Sock Lady. Een tijdje terug al uitgekomen voor in februari, geloof ik. En ja, ik vind haar patronen heerlijk. Ze zijn altijd makkelijk. En ze lijken heel moeilijk, maar ze zijn altijd makkelijk. Ze heeft goede tutorials en ja, ik vind haar patronen gewoon heel erg leuk. Dat kun je ook zien. Ik ben al zo ver. Die hiel zit er al in. Ik ging gewoon lekker en was hier lekker mee bezig. Ik vind het patroontje echt heel erg leuk. Het is echt prachtig. Het breidt lekker weg. Het gaat lekker snel. Het garen is dit. En dat is Berry Flavor van West Yarn. Het waren 2 halve skeins, ieder 50 gram. En die had ik al een hele tijd in mijn stash. En ik dacht, wat moet ik daar nou mee? Ik weet het niet. En toen kwam dit patroon. En toen dacht ik, En toen kreeg ik Castanitis of zoiets. En toen dacht ik, ja, die passen perfect. Nou ja, je ziet het. Het gaat lekker. Ik geniet er echt van om dit te breien. Die vind ik echt leuk. Het houdt je gedachten net wat bezig. Maar het is niet helemaal dat je af kan dwalen. Dus je moet er wel je aandacht bij houden. En dat was precies wat ik nodig had. Gewoon niet kunnen gaan malen in mijn hoofd. Aandacht erbij, maar niet te moeilijk. Dus heerlijk. Dan de volgende waar ik ook best wel een stukje aan heb zitten breien. In een Pink Hazel tasje. Lekker vrolijk. Past nu wel bij de tijd. Er zit ook een patroon. Even kijken. Sorry voor het geluid. Het zijn de Crunkled Socks. Crunkled Socks. Van Kay Jones van de Bakery Bears. Ook haar patronen zijn wel makkelijk en een aanrader. En daar heb ik al zoveel aan gedaan. Het ziet er ook weer moeilijk uit. Maar het is heel simpel. Dit is mijn wol. De wol is een oudje. Star Fiber Studio. En die heet, hoe heette die ook alweer? Oh, dus van een Club Colorway April 2020. Dus die zit ook al een tijdje in mijn stash. Ze is gestopt met verven, helaas. Want ze maakt hele mooie kleuren. Ja, dus hij is bijzonder. Ik was echt bezig om de meest bijzondere wolletjes te bewaren. Zo van, nee, dat moet iets heel speciaals worden. En ja, wat heb je eraan als het in de kast ligt? Ook niks. Dus ik heb ze eindelijk opgezet. En het patroon vond ik er mooi bij passen. Het was gewoon een match. En nou geniet ik ervan. Dan is die. Dan hebben we nog een Blue Rabbit House projecttas. Die vond ik ook gewoon heel toepasselijk voor april. En dat is zo. Even kijken. Another Story Socks. Kijk hoor. Je kan het patroon hier niet goed op zien. Van Sock Witchery. Je kan het er niet goed op zien. Dus ik dacht dat het
een iets ander patroon was. Maar dat was het dus niet. Ik was best even zo van, oh, ik weet niet of dat ik dit wel mooi vind. Ik weet het niet. Ik weet het nog steeds niet. Ik heb twee, hoe heet dat? Niet twee toeren, maar twee keer patroonherhaling gedaan. En ja, dat ziet er zo uit. Het is heel simpel met gewoon recht en averecht. Maar ja, ik hou er ook niet van om het patroon op de achterkant te doen. Ik draag mijn sokken ook in werklaarzen. Ruwe werklaarzen voor als ik de hond uit ga laten. En dan vind ik het aan de achterkant niet prettig om daar een patroon te hebben zitten. En het slijt toch heel erg. Dus ik hou het alleen aan de voorkant. En dat vind ik gewoon makkelijker. Dus ik moest het ook even aanpassen. Want het is alleen maar voor 64 steken. En ik heb 56 steken. Dus dat vond ik ook al zo'n dingetje van jammer. Nou is het heel makkelijk aan te passen hoor. Dus dat scheelt. Maar jammer dat het maar voor één maat geschreven is. Ik ben gaan kijken, het stond ook echt op de pagina, maar ik heb weer gewoon, oh, dat ziet er wel leuk uit, dat doe ik gewoon. In plaats van dat ik verder kijk naar maten of vind ik het patroon echt wel leuk, nou ja, doe ik niet. Dus nu denk ik van, oh, nou, ik heb nu twee keer zo'n patroonherhaling gedaan. Misschien ga ik nu wel gewoon vanilla verder en hou ik het gewoon zo op de been, want ik vind het niet makkelijk breien. Ik moet echt tellen en in de gaten houden welke toer ik ben. En ja, het is niet zo mindless als ik hoopte dat het zou zijn. Maar het wolletje vind ik trouwens wel heel erg mooi. Lekker lenteachtig. Van wol met verven. Het heeft geen naam. Maar het is 2021-08-10. Dus uit 2021. Zo lang is die ook al in mijn stash. Dus ik doe wel mijn best om door de stash heen te komen. Als ik dan ook nog eens stop om bij te kopen, zou dat een stuk beter gaan. En dan heb ik er nog geen, want ja, het is nu weer een nieuwe maand. Dus ik moest weer een nieuwe Giddy Yarns opzetten. Ik heb deze tas gekocht van Knitting Unicorns. Een lekkere teddy tas. Hij is lekker zacht. Ik vond de kleur mooi. Ik wilde die tas gewoon proberen. Ik had gehoopt dat die groot genoeg zou zijn voor een deken. Maar helaas, dat is die niet. Maar ja, ik kan niet alles hebben. Ik ben nog steeds op zoek naar een grote projecttas voor een deken. Als je weet waar ik dat kan vinden. Dus gewoon echt ja, een bucket of zo. Echt leuk. Ik vind shopper, ja, gewoon een standaard shop. Het moet wel gericht zijn voor breien. Ik weet niet. Ik wil dat een extraatje hebben. Zoals ik zei, mijn Giddy Yarns voor de maand april is Beth van de Little Women collectie. En dat is deze. 1 april opgezet. Ik weet niet of dat je het goed kan zien, het patroon. Het zit een heel simpel dingetje in. Sorry daarvoor, maar ik heb in de tuin gewerkt. En ja, daar krijg ik beschadigingen. Ik ben blij dat het dicht is, anders was het met het werk heel vervelend geworden. Maar dit zijn... Even kijken of dat ik daar... Ja, nee... Dat is deze zoek ik. De Prairie Socks. Ook van Kay Jones van de Bakery Wears. En dit is een heerlijk simpel patroon. Wat ik gewoon tijdens het tv kijken kan breien. En lekker gaan. Gaat heerlijk. En ik geniet ervan. En zo wissel ik nu het een en ander af. Gewoon om de interesse te houden. Om me niet te vervelen. Maar ook om te zorgen dat ik niet in mijn hoofd ga malen. Want ik merkte dat als ik echt gewoon puur vanilla socks doe, dat ik heel erg ga zitten malen. En ja, er zijn wat dingen gaande op het moment. Daar ga ik nog helemaal niks over vertellen, want ik weet helemaal nog niet hoe of wat.
En dat maalt dan in mijn hoofd. Dus ik moest echt zorgen dat ik op iets anders kon focussen. Vandaar dat ik dus al die patroonsokken heb opgezet. Van ja, dan kan ik niet gaan zitten malen. En dan denk ik alleen aan het patroon. Ben ik daarmee bezig in plaats van dat andere. Maar ik moet wel vanmiddag sok opzetten. Want er komen veel afspraken aan. Dus ik moet wel zorgen dat ik iets heb om mijn handen mee bezig te houden, maar mijn aandacht op iets anders kan focussen. Ja, ik heb ook nog wat leuke stash erbij gekregen. Oppo Alvo is binnengekomen en ik heb nog een verjaardagscadeau gekregen. Ik ben in januari jarig, maar ik heb Wendy niet eerder gezien. Dus zij kwam een paar weken terug alweer. 2 weken terug, 3 weken terug. Maakt ook niet uit. Kwam ze op bezoek, gezellig. Ze vroeg of dat ik haar wenkbrauwen kon epileren. Nou, dat kan ik. Het is mijn beroep. Dus gezellig. Een kopje thee erbij. Lekker, gewoon lekker kletsen. En toen zei ze, ik heb ook nog een verjaardagscadeautje voor je. En toen zei ik van, ja, maar dat is toch helemaal niet nodig. Slaat nergens op. Nou ja, goed. Ik heb een verjaardagscadeautje gekregen. Deze prachtige van wol met verven. Ik vind hem echt prachtig. En toen ik al die sokken op ging zetten, moest ik me ook echt inhouden om deze niet op te draaien. Want ik dacht, nee, die moet ik eerst laten zien. En daarbij gaf ze ook deze nog. Ik vind hem zo schattig. Ik heb hem nog steeds in het doosje, omdat ik hem gewoon heel schattig vind. Maar daar gaan mijn steekmarkeerders in op mijn bureau hier. Gewoon, ik vind hem zo schattig. Ik vind hem hartstikke leuk. Dankjewel Wendy. Ik ben er echt nog steeds heel erg blij mee. Je had het echt niet hoeven doen. Maar dankjewel. Dan mijn doosje met Oppo wolletjes van mijn abonnement. Kwartaal abonnement. En ze zijn weer prachtig. Ze zijn echt prachtig. Ze zijn gisteren binnengekomen. Ik heb deze. En ik wil ze ook allemaal opzetten. Het is echt heel vervelend met dat Oppo Alvo. Deze. Ik vind hem zo mooi. Deze vind ik wel geschikt voor Halloween. En deze. Echt mooi. En deze. En deze. En de laatste, die heb ik geclaimd voor mijzelf. Deze, ik vind hem echt prachtig. Super. En erbij kreeg ik nog een leuk extraatje van Oppo. Een notepad. Altijd handig. Dus dat is mijn kwartaalabonnement van Oppo. En het zijn echt altijd mooie wolletjes. En ik vind Oppo wol echt heerlijk. Het breidt lekker. Het houdt zich heel goed in de was. Zelfs met de wasmachine. De kinderen dragen de Oppo sokken heel intensief. En zelfs dan houden ze het nog heel lang vol. Ze lopen er de gaten wel in uiteindelijk. Maar het houdt zich heel goed. Het houdt zich goed in de was. Ik was ze niet op de hand. Ik was ze in de wasmachine. Op 30 graden gewoon. De kinderen dragen ze buiten in de speeltuin en alles. En ze worden echt smerig. Die ga ik niet met de hand staan wassen. Mijn eigen sokken doe ik nu de laatste tijd ook in de gewone was. Omdat ik heb geen tijd voor om handwas te verzamelen. En het seizoen gaat nu toch ten einde. Dat ik de wollen sokken draag. Het zit ook niet zo heel lekker meer in de werklaarzen voor de hond uitlaten. Dus ik heb echt dunnere sokken nodig. Maar ja, dat betekent niet dat ik stop met breien van sokken natuurlijk. Ja. Dat doen we niet. Dat waren alle projecten. Dat waren alle finished objects. Dat was de mooie wolletjes die binnen zijn gekomen. De vorige keer had ik het over handgesponnen wol die ik hoopte te kunnen ruilen. Ik heb nog niet op mijn vorige video kunnen kijken. Ik vergeet dat. Ik gebruik 2 accounts. Ik gebruik 1 account voor deze video's. En
als ik zelf podcast kijk, die gebruik ik op een andere account. En die staat altijd op, dus ik heb helemaal niet gekeken naar of dat er überhaupt een opmerking is gekomen. Maar goed, ik probeer het gewoon hier nog een keer. Ik laat ze even zien. En mocht iemand interesse hebben om dit voor sokkenwol te ruilen, heel graag, alsjeblieft. Ik zal het hopelijk, als ik eraan denk, een paar foto's van maken en het ook op mijn Instagram zetten. Dit zijn twee bolletjes. Het is handgesponnen wol. Ze zijn niet identiek in kleur, maar ik weet niet meer welke welke is. Ze zijn door dezelfde persoon wel gesponnen en ze horen voor, naar mijn weten ook gewoon lekker bij elkaar. Ze passen mooi bij elkaar. Maar de kenner kan wel zien aan de vezel welke welke is, denk ik. En dit is echt, het is heerlijk zacht. Het is prachtig mooi. En daarbij had ik ook deze gedaan. Dit is ook handgesponnen wol. Niet door mij gesponnen. Deze komt van Sunset van deze dame in Utrecht. Die heb ik daar in de winkel gekocht. Sticks en Cups was de winkel. Daar heb ik ze gekocht. Zij heeft ze gesponnen of haar moeder heeft ze gesponnen. Dat weet ik niet meer. Deze is een regenboog. Merino gesponnen. DK weight. Ik heb hem niet gewogen, maar ik heb hem gekocht als 100 gram. Dus ik moet dat nog even nawegen. Ik weet niet of dat hij op mijn kleine weegschaal kan. Ik denk het niet, maar goed. Als we het niet proberen. Even kijken. Ja, hij is 110 gram. 110 gram gesponnen merino in regenboogkleuren. En deze, die zijn 50 gram. Deze. En net iets van 45 gram. Ja, die zijn 45 gram ieder. Dus als je interesse hebt in deze mooie handgesponnen wolletjes met merino en zijde. En ruilen voor sokkenwol. Make me an offer alsjeblieft. Want ik vind het zo zonde om het hier te laten liggen. Maar ik weet echt niet wat ik ermee moet maken. Het zijn ook mijn kleuren niet. Als ik er iets mee maak, ik ga het niet dragen. Mijn kinderen dragen het niet in die kleuren. Dus ik weet het niet. Laat het me weten als je interesse hebt. Ja, verder live stuff. Ik heb niet veel te melden. Echt niet. Ik heb veel gewerkt. Het was druk. Het gaat lekker. Ik geniet ervan. Maar ja, de dingen thuis komen een beetje achter te liggen. Mijn huishouden ligt nu een beetje achter. Tijd met de kinderen is dan wel wat lastiger. Maar daar doe ik mijn uiterste best voor. En daarom ook niet zo vaak een video. Omdat het zit er niet in. De kinderen zijn nu wel op school. Maar ja, dan ben ik druk in huis bezig. Zodat als ze uit school komen, zodat ik alle tijd heb om met hun bezig te zijn. En verder werk ik 3-4 dagen in de week. Dus het gaat lekker. En ik geniet ervan. En het gaat steeds beter allemaal. En ik zit er echt lekker op mijn gemak in. En dat is leuk. En er komen hopelijk ook nog wat leuke nieuwe dingen aan. Ik ga volgende week ga ik op cursus. Ga ik met een collega samen gaan we naar Almelo, naar een massageinstituut. En dan gaan wij leren hoe we een zwangerschapsmassage moeten doen. Vooral wat we niet moeten doen. Ik vind het heel belangrijk om dat te doen. Want ik doe nu af en toe een massage. Maar het voelt niet lekker. Ik wil graag even de cursus hebben. Zodat ik weet waar ik op moet letten. Wat ik wel mag doen. Wat ik niet mag doen. Ik vind het heel belangrijk. Want ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik iets verkeerd doe. Maar ik wil wel lekker een massage kunnen geven. Dus dat ga ik leren. En daardoor is de bal aan het rollen gegaan. En wil ik nog veel meer leren. Ik wist niet dat er zoveel soorten massages waren. Ik heb er duidelijk een tijdje uitgelegen. Maar er zijn zoveel leuke massages. En ik kijk er zo naar uit om daarmee bezig te gaan zijn. En dat te gaan leren en te gaan doen vooral. Dus ik hoop dat ik daar alle gelegenheid voor ga krijgen.
het valt allemaal wel mee eigenlijk. Het is druk, maar niks bijzonders. Het hoort erbij. Gewoon normaal leven. Dus als jullie het zover hebben gehaald, dankjewel voor het kijken. Ik waardeer het echt. Duimpje omhoog zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren ook. Ja, ik ben lekker chaotisch. Ik doe gewoon mijn ding. En ja, als je vragen hebt of zo, doe dat dan via mijn Instagram. Want op YouTube, ik zie het echt niet snel genoeg. Ik zie het pas weer als ik een video ga uploaden. Omdat ik vergeet telkens te switchen met de accounts. Dus ik zie het pas als ik ga uploaden. En dat kan 2, 3, 4, 5 weken gaan duren. Dus als je iets wil weten naar 3 kleine schaapjes op Instagram. Dan komt het beter waarschijnlijk. Komt het goed uiteindelijk. Ja, ik ga afsluiten en editen en uploaden hopelijk. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer. Doei!